Nou, goedemorgen. ik ben Donny Toebers van het Graafschap College. Aan de eerste lesdag van 2014 werd ik uitgenodigd door het college van bestuur om samen met 999 andere collega's in een heel mooie theater te komen kijken naar een presentatie die liet zien hoe het Graafschap College de komende jaren verder gaat. De titel, zoals je boven mij ziet, is De Achterhoek, de Voorhoek van 2020. Er worden een hele mooie promo bij deze presentatie, die kunt u vinden op YouTube. Uh, hoe langer die promo duurde, hoe meer ik mij bewust werd van het moment dat uh, ICT gaat veranderen. ICT in het onderwijs gaat naar de volgende fase. Uh, mijn collega's die lesgeven, die zagen het ook, die kregen een beetje zweetdruppels. En uh, wij hadden het moment van yes, we gaan om. Uh, ik ben Danny Toebus, ik werk bij het College. Ik, ben, ik zit in de dienst Informatiemanagement en in ICT, dus ondersteuning. En uh, doet toch een licht in de achterhoek. Het recept van mijn presentatie, mijn hele korte presentatie, is uh, één keer Achterhoek. Dat is het rode gebied in Nederland. Wij zitten dicht, dicht tegen de Duitse grens. Zoals je ziet, het is te mooi, het is te groen en de mensen zijn vriendelijk. En wij hebben een uitdaging, anders was dit natuurlijk geen presentatie. Het probleem is, wij hebben last van vergrijzing en we hebben te weinig baby's. Nou... Technisch gezien had ik een oplossing voor de baby's, maar dat stond niet in mijn uh, functioneringsomschrijving, uh, dus mocht ik niets aan doen. Het college van bestuur had een hele mooie omschrijving en die zegt van we gaan samenwerken. Samenwerken met bedrijven en organisaties. Het onderwijs gaat de regio in. Dit betekent, want we zijn een mbo-school, dit betekent dus dat wij met onze uh, toekomstige student of met onze student die naar een andere baas moet, dat we daar gelijk al mee aan de slag gaan. Vanaf moment één dat de student begint te studeren, gaat hij het bedrijfsleven in. Dat is een, een grote stap, want kijk je maar hebben mee. Het leslokaal vanaf 1997 ziet er zo uit. Als je op school komt en je moet leren hoe een steekwagen werkt, hoe een momentstoot werkt, of hoe je moet timmeren, krijg je op deze manier eerst les. We kunnen niet iemand die zo van de basisschool of van het voortgezet onderwijs afkomt, kun je niet meer zo loslaten met een hamer of een beitel. Hij moet eerst wat kennen. Nou, zoals je hier ziet hebben we dus een standaard werkplek. De hardware is gestandardiseerd, de software is gestandardiseerd. Een complete BA-organisatie eromheen. Super deluxe, super standaard, altijd beschikbaar. Wat gaan we nou doen? Succes. Dit wordt het leslokaal van de toekomst. We hebben dus één student of 24 studenten die we een bedrijf, Inzetten, in, injagen, zeg maar. En die gaan daar dus studeren. De, 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 het leslokaal is dus deze omgeving aan het worden: zowel praktijk als theorie op één plek. De student en de docent, die kan dus nu thuis in zijn organisatie waar hij moet werken, of op school uh, aan de slag met zijn opleiding. Zoals je hier ziet, is dit dus een. Een compleet nieuwe omgeving en informatie en diensten die wij nu binnen onze organisatie al aanbieden op vaste werkplekken, moeten dus altijd beschikbaar zijn, overal en altijd. Het gaat dus om informatie. Een van de mooiste slides die in de promo zat, is deze. De het netwerk is oneindig. Heel mooi, ik ben netwerkbeheerder, dus mijn werk blijft nog eventjes. Alles draait om informatie en online diensten. Waar het bij vroeger nog ging om stabiliteit en betrouwbaarheid van een computer, gaat het nu alleen maar om informatie. We hebben alleen maar informatie nodig, we hebben alleen maar diensten nodig. Minder binnen, meer buiten. Hoe gaan we dat regelen? Dit is de top 4 van wat ik heel vaak hoor bij studenten en bij docenten. Je moet snel toegang hebben, je wilt niet zitten wachten op een naam en wachtwoord. Je moet als je in dienst komt of als je je inschrijft op school, wil je gewoon toegang hebben tot alles wat je maar kunt krijgen. Je hebt ervoor betaald, het ziet er gratis uit, dus je wilt alles. Werken op allerlei apparaten. Je komt vanaf het Onderwijs, dan heb je al een laptop gekregen of een tablet. Die neem je mee. Of je gaat stage lopen bij een bedrijf en die hebben een heel ander idee over apparaten en die krijg je dan. Dus alles moet werken, waar en hoe dan ook. Maakt niet uit. Alles moet snel en handig werken. Het boeit niet of je 200 access points hebt. Thuis heb ik er eentje en ik heb vijf mensen erop, die werkt altijd. Wat doe je nou moeilijk met je 200 access points? Dan heb je toch veel meer. 24 keer 7 studeren, overdag werken, s'avonds leren. Overdag werken, s'avonds leren betekent dus ook andersom. Werk je in de beveiliging? Snachts werken, overdag studeren. Geen vaste plek, geen, ge, geen, geen leraar die je op een vast moment ergens wil hebben. Je moet gewoon overal kunnen studeren. Hoe gaan we dat doen vanuit ICT? Nou, dat is een uitdaging. Want we zitten in een regio waar yo-jo -yo heel gewoon is. Ja, ja betekent eigenlijk nee. Dus we zoeken altijd een omweg om er omheen te kunnen. Als het niet werkt, dan zeg ik ja, ja, maar ik ga gewoon de andere kant op. ICT, daar gaan we naartoe. Iets meer, dit is op zich het leuke voor de techneuten. Wat gaan we doen? Identity management. We hebben een nieuw identity management systeem. Een student, als hij ingeschreven wordt, dan is hij binnen twee minuten... kan hij naar al zijn diensten en naar zijn informatie toe. Dus webmail, SharePoint, alles is er binnen twee minuten. De medewerkers, die kunnen heel snel via het personeelspakket aan het werk, waarbij managers rechten gaan geven. Dus niet naar de service bellen om te vragen of je toegang mag hebben, ga maar naar je manager en vraag maar of je erbij mag. Daarnaast, alle diensten en alle informatie moet natuurlijk ontsloten worden met, uh, door middel van de federatie. Waar voorheen de ICT-rol nog was om een docent een schop te geven dat hij achter de computer ging zitten, moeten wij het nu andersom doen. Wij moeten nu advies gaan geven van hoe wij die ICT kunnen gebruiken. En samen met hun moeten we dus gaan kijken, we moeten meer de business in om te kijken wat wij kunnen bieden. Soms moeten we flexibel verbouwen en soms moeten we gewoon nee kunnen zeggen, maar het is niet goed, het is niet betrouwbaar of het is niet stabiel. De samenwerking tussen ICT en business wordt dus heel, uh, heel close en we moeten echt respect van elkaar hebben. Draadloos netwerk. Overal is nu draadloos. Als je een student van het Graafschoolcollege vraagt hoe een school eruit ziet, dan zegt hij: daar is EduRoom. Het is een gebouw waar wij lesgeven, daar is standaard eduroam of we hebben een koffer waar access points in zitten, zodat eduroam even aangestoken kan worden en de student kan werken. Geen Eduroom betekent geen ICT. Heel vreemd, maar het is echt zo. Proactief monitoren. Mijn collega's van mijn servicedesk, die, 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 die krijgen een beetje de kriebels, want het werk verplaatst zich een beetje. We gaan meer naar proactief monitoren, dus kijken, werkt alles en gaat het goed? De student heeft zijn eigen apparatuur en zijn eigen applicaties. Dus moeten we onze achterkant, onze backbone van, van, ons, uh, van onze business goed hebben. Even voor onze techneuten. Ja, blijft natuurlijk. Hoe ziet het eruit? De standaardorganisatie voor beheer hebben we drie levels die we eigenlijk monitoren voorheen. Hè? Van applicaties tot infrastructuur. Security komt erbij. Dus we gaan ook meer beveiliging doen, meer mensen van buiten, meer mensen buiten. Security is dus volop. En dat ziet er dan zo uit. Ja, ja. Links is alles groen. onderin is het rood. Werkt alles? Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Dank je,